Hey mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Your Games. Ja, hij is er dan eindelijk, Shadow of War. Ik heb toch een beetje getwijfeld om deze game te halen. Was namelijk ook wel nodige kritiek op, hè, met de lootboxes. Dat je dan dit spel echt het ware einde alleen zou kunnen krijgen door oftewel heel veel te grinden of gewoon lootboxes te kopen. Anyways, dit is dus een game die zich afspeelt in het universum van Lord of the Rings. Ik heb Shadow of Mordor ook gespeeld. Niet uitgespeeld. Dus ik weet niet meer precies hoe en wat. Even kijken hoor. Oh shit. En huppakee. Oké, dat is wel echt fucking bruut. Nou, wij moeten dus nu ons andere soort van raid helft vinden. We zijn namelijk verbonden met Celebrimbor. En Celebrimbor is volgens mij een smid geweest. Die dus de Ring of Power, of de Rings of Power heeft gesmeden. Dat zijn dus de hele sterke ringen. En verder weet ik ook niet zo heel veel over de lore van Lord of the Rings. Maar, oh shit. Ze zien me niet eens, wat de hel. Nou, het gaat toch vrij makkelijk. Hij denkt, ik stomp even tegen de muur. Ja, huppakee. Kan ik hem niet finishen ofzo? Nou ja, deze game staat natuurlijk ook wel... de grote kracht van deze game is het Nemesis System. En dat houdt in dat er een soort van rangorde van orks is. Die jij dus moet uitschakelen. En jij kan dus ook je eigen orks voor jou laten vechten. Maar daar komen we later allemaal nog. Want dit is natuurlijk gewoon nog het begin. En dat kan ik ook nu allemaal nog even niet laten zien. En we gaan nu gewoon lekker door. Huppakee. Even in zijn face. Niemand hoort het. Lekker hoor, lekker makkelijk. Man. De vorige was trouwens wel heel moeilijk. Zo, gaat hij. Nou, niemand weet dat ik hier lekker aan het huishouden ben, hè. Gewoon even lekker... Even lekker iedereen killen. Het combat systeem is ook best wel echt heel vloeiend. Beetje zoals Batman. Alleen ik weet dan niet hoe ik iemand finish. Ik heb echt een flauw idee eigenlijk. Nou, die is dus kapot. Oh hier, ground execution. Oké, dan gaan we dat zo even lekker doen. Nou, we gaan even door. In de notendop komt het erop neer dat wij eigenlijk gewoon Saurons leger moeten stoppen. En ja, logischerwijs gaan wij dus zelf ook een leger samenstellen. En wat we dus nu moeten doen is deze gast eerst even zijn keel doorsnijden. En, nee, wat we nu moeten doen is dus even een bepaalde Orc Commander vinden. Die Orc Commander heeft ook weer bepaalde zwaktepunten. Daar kunnen wij weer op inspelen. Het is allemaal nog wel een beetje heel... het voelt nog een beetje als de tutorial. Ik kan namelijk nog niet in alle menu'tjes. Dit is allemaal nog locked. Nou, deze vriendelijke vriend die je hier ziet, moeten wij dus... die moeten we dus gaan killen. Kijk, dit is dus een beetje... De rangorde waar ik net over sprak. Dit is dus de baas die hier staat volgens mij. En deze kerel, dat is dus één van de tientallen orks. Die we dus nu moeten gaan pakken. Dazed by stealth. Dus we kunnen best een stealth approach gebruiken tegen hem. En dan gaan we eens even zien hoe dat gaat. Nou, hier hebben we ook weer allemaal orks. Het is trouwens wel heel opvallend hoe... Hij staat op normal trouwens hoor, maar... Ze zien gewoon echt geen fuck. Hij is een stuk makkelijker dan de voorganger in ieder geval. Dat wel. Kijk, daar hebben we ook weer iemand die kan ons weer een nieuwe intel geven. En dat willen we natuurlijk wel. Kijk. Oké, we kunnen dus nu... Intel revealen van een willekeurige kapitein. We gaan gewoon voor deze. Oké. Nou, hebben we dus weer wat meer informatie. Zo ga je systematisch
God damn it. Zo ga je systematisch dus het leger van orks een beetje uitroeien. En je kan ook orks recruten later nog, dus dat is ook wel vet. Maar voor nu gaan we gewoon lekker door. We hebben wat gevonden. Oké, we kunnen dus nu met onze boog eventjes grog barreltje kapot maken. Zo, nou, iedereen is gelijk dood. Allemaal nog heel erg tutorial-achtig. Oh, kijk, dan kunnen we dus ook nog een boost krijgen. Dat ziet er wel grappig uit. Oké, de Wraith World, dat is een soort van de Hawkeye van Assassin's Creed. Ah ja, kijk, daar hebben we hem. Nou, hem moeten we dus even gaan killen. Zo simpel is het. Then you come running to me. Do not touch it. Now I'm gonna say that again. Do not touch it. Oké, daar hebben we hem. If it doesn't kill you, then I will. Wow. Nou, ik ga hem proberen stealthy te pakken, maar dat gaat dus heel lastig worden, want er staat daar een hele leuke bodyguard squad. Oké, let's go. Oh, ik heb hem wel een klein stukje... Heb ik hem al? Oh nee. Stories about how you can't die. Well, let's find out if they're true. Oké, nou dit wordt een... Ik heb wel in ieder geval wat van zijn levensbalk af. Dat is wel gaaf. Dat ik stealthy was. Oh shit. Hey, daar komt iemand anders opeens. What the hell. Executie. Yeah, oké. Oh shit. Executie. Kom. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Alleen een beetje een lullige keel. Nou, deze knakker zou bijvoorbeeld dus terug kunnen komen. Oké, we hebben dus nu gear gekregen. Want dat zit er ook nog allemaal in. Dat is vrij uitgebreid allemaal. En we hebben dus een nieuw zwaard. Die is nog een stuk slechter ook. Dus dat willen we niet hebben. Oké, nou hartstikke gaaf. Oké, mensen, dit was weer de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En als je hier meer van wilt, laat dan even een likeje achter. En vergeet vooral niet te abonneren. En ik check jullie in de volgende video. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Peace out.